Sorghum wordt in het najaar in ongeveer dezelfde periode als mais geoogst. Als sorghum afrijpt, verandert de kleur van de pluim. De kleur die de pluim krijgt, is per ras verschillend. Sorghum wordt geoogst bij een droge stofgehalte van 28 tot 32% droge stof, afhankelijk van het sorghumtype. In typen met veel zetmeel wordt droger ingekuild, zodat de korrels volledig zijn gevuld met zetmeel. In massa- en structuurtype wordt wat natter ingekuild. Dan is de plant goed smakelijk en verteerbaar. Het oogstmoment van sorghum wordt bepaald aan de hand van de pluim en de stengel. De pluim rijpt van boven naar beneden af. De bovenste korrels moeten deegrijp zijn en de onderste korrels melkrijp. Dit houdt dus in dat de bovenste korrels helemaal droog zijn en de onderste korrels zijn nog een beetje vochtig. Daarnaast kijken we naar de stengel. Door deze onderaan te draaien wordt duidelijk hoeveel vocht er nog in de plant zit. De stengel moet bij het oogsten zo goed als droog zijn. Sorghum wordt geoogst met een maishakselaar. Deze kan in een aparte kuil of samen met de mais in dezelfde kuil worden ingekuild. De optimale haksellengte van sorghum ligt tussen de 10 en 15 mm. Het advies is om een wat nattere sorghum wat grover te hakselen. Anders ontstaat er een moes die lastig is aan te rijden. De fijne korrels van de sorghum worden bijna niet geraakt door de korrelkneuzer. Maar tijdens de conservering neemt de hardheid van de korrels af, waardoor het vee de inhoud toch kan benutten. Wilt u meer informatie over sorghum? Kijk dan op www.dsv-zaden.nl of neem contact op met een van onze medewerkers.